Er is vanavond brand ontstaan in een schuurbedrijf achter een garagebedrijf, achter een tinkgarage. Die zijn volledig uitgebrand. Zijn er gewonden gevallen? Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Er is ook een groot gebied, of een gebied om het bedrijf waar de brand uitbrak, is ontruimd. En die mensen zijn allemaal opgevangen in een café vlakbij de brand. Er is bij deze brand ook asbest vrijgekomen. Asbest in een gebied rond waar de brandhaard was. Er wordt nog verder geïnventariseerd of mensen wel of niet naar de hoeveelheid asbest en de gradatie van de asbest. En daarna wordt bepaald of de mensen, welke mensen wel of niet terug naar hun woning kunnen. We dachten dat iemand aan het stoken was. Ja, en toen opeens staat er een brandweerauto. Ja, en dan gaat het hele circus draaien. De vlammen schieten eruit. Asbest om je oren. Na een half uurtje was het dat de brandweer zei van het huis uit en elders. Wij wonen achter de brand en wij mogen het huis op dit moment nog niet in. Maak je je zorgen over het huis? Over ons huis in principe niet. Maar ja, over het huis wat is afgebrand, dat is wel heftig. Ja. Ik zag heel veel rook en toen fiets ik hier en ja, toen zag ik het huis van mijn vriend in de fik stond. Ja, dat is wel heftig om te zien op zich. Ja, die was niet thuis gelukkig, dus geen gewonden. Heftig, heb je hem al gesproken? Ja, hij, het ging goed met hem. Maar... geschrokken denk ik. Ja, hij was wel erg geschrokken, ja. In een dorp waar eigenlijk dit jaar feest wordt gevierd omdat ze 175 jaar bestaan als dorp, merk je nu ook dat het dorp geschokt is door de brand bij de rijwielhandel en het autogaragebedrijf. De eigenaar die woont daar, werkt daar? Woont daar met zijn gezin en werkt daar. Hij heeft daar in 18 jaar tijd met zijn compagnon samen een prachtig bedrijf opgebouwd. En ja, is echt aangeslagen. Het is alles kwijt. Ja, zo ziet het er wel naar uit. Het is echt een heftige brand. Maar bij dit soort situaties beseffen mensen wel dat er iets heel ergs is gebeurd. Maar het echte besef komt in de komende dagen pas.